Ik ben Nienke Vermeer, ik ben 22 jaar en ik kom uit Ede. Ben je extra gemotiveerd om de Olympische Spelen te halen in 2012 in Londen, omdat je ja, op het laatste moment afgevallen bent destijds voor Beijing? Ja, nee, toen was ik natuurlijk ook al heel erg gemotiveerd om mee te gaan. Uh, nu heb ik diezelfde motivatie, want die zat al aan zijn top. Uh. Dus ik hoop dat ik het nu wel haal. Ook in verband met de blessures die ik heb aan mijn schouder. Maar uh, ja, eerst kwalificeren maar. Jij ja, zegt het net, uh, schouderblessure. Hoe ernstig is het daarmee? Um, op zich is het uh, goed te behandelen. Het is wel krap vlak voor de EK, maar de EK moet ik uh, als het goed is 100% fit uh, kunnen spelen. Hoe kijk je naar het team? Hoe, 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 zie je de progressie? Zie je dat er een, uh, iets moois aan ontstaan is? Ja, zeker. Sowieso in en uit het water is het een, uh, een topteam. Zie je heel veel. Uh, um... Heel veel kwaliteit hebben we in het team. En het gaat ook zeker uh, een weg omhoog. Daar uh, zijn we mee bezig. Een Europees kampioenschap in eigen land, in Eindhoven in dit geval. Mm -hmm. Maakt dat dat extra bijzonder? Ja, zeker. Helemaal dat je voor eigen publiek speelt, voor eigen mensen. Dus je maakt er qua motivatie en alles helemaal niks uit. Want je wil natuurlijk altijd winnen. Maar dat je voor je, voor je eigen land uh, mag uitkomen in je eigen land. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Waar ligt jouw toekomst buiten het waterpolo? Um, op dit moment nog helemaal niks. <laughs> nee, ik wil graag na de spelen. Wil ik me graag verder uh, op school en ander werk uh, bekijken wat ik ga doen. Ik ga nu voor de volle 100% uh, voor het polo. Het mooie is, jullie zeggen het allemaal. Ja, na de spelen ga ik dit. Na de spelen ga ik dit. Het is een zekerheidje, althans zo klinkt het. Maar het is normaal gesproken ja, natuurlijk niet. Nee, het is zeker geen zekerheidje. Maar je moet er natuurlijk wel, uh, wel van uitgaan dat je, het, uh, dat je het kan halen. Je moet het zelf natuurlijk wel een hoog doel stellen anders dan uh, zijn we natuurlijk voor niks aan het trainen dus we gaan gewoon voor de Spelen dus we hopen ook zeker dat we dat halen maar uh, om er zo over te praten misschien is dat een extra stimulans uh, om het te halen. Kun je aangeven het verschil tussen Robin van Galen in het verleden en nou Mauro Mogeri zit daar een groot verschil tussen of is het totaal anders? Of... Um, ja het is zeker totaal anders Mauro is veel veel tactischer en veel meer gedetailleerd en opvliegerig ook heel erg vooral en uh, Nee, dat is het zeker wel een uh, groot verschil. Maar ieder coach heeft zijn eigen kwaliteiten. En deze van Mauro en Robin had, had andere kwaliteiten. Werkt dat voor jou, Mauro? Ja, buiten de opvliegendheid misschien af en toe. Maar voor de rest het, hij is toch een beetje een tactisch meesterbrein, mag ik toch zeggen? Ja, ja, dat zeker. Nou, het is, uh, het is zeker goed dat laat ik dat vooropstellen. Maar elke keer in detail treden is soms wel vermoeiend. Maar het is zeker goed, want je komt elke situatie elke is natuurlijk anders. Dus je weet je in elke situatie weet je je raad. Uiteraard wil je naar de Spelen, uiteraard wil je goud winnen. Is dat reëel? Um, nou ja, de Spelen halen en goud winnen. Ja, misschien dat de verwachtingen wat hoger zijn omdat ze vorig jaar natuurlijk goud hebben gehaald. Ik denk dat het voor iedere sporter uh, een doel is om goud te halen. Of nou ja, eerst, de, eerst de spelen en dan vervolgens goud te halen. Dus we doen de eerste stap het spelen halen en dan, uh, dan vervolgens uh, richten we ons op het goud. Het eerste goud waar je op moet richten is het Europees kampioenschap in Eindhoven. Is een medaille voldoende of is goud alleen dat telt? Um, een medaille zou heel fijn zijn en goud het mooist.